heeft het dan nog zin om naar een rechter te stappen en te zeggen, hier gebeurt iets wat niet kan? Ja, dat heeft zeker zin en dat is ook kansrijk. Hè? Door dat gekke mechanisme wat nu is ingebouwd, ik heb het de juridische catch 22 genoemd, twee situaties die niet tegelijkertijd kunnen gelden. Je kunt niet hebben een intrekkingswet die geldt en een ingetrokken wet die nog geldt. Ja. Nou, daar zijn ze echt mee in de war geraakt. Een club die zou zeggen, ik wil naar de rechter, ik wil mijn referendumperiode hebben, die kan je niet zo wegtrekken en je maakt ook nog een fout, die heeft best een kans bij de rechter om die referendumperiode op te mogen eisen. En te zeggen van ja, die intrekkingswet van de raad van het referendum, die kan niet zomaar rouwelings in werking treden. Ik wil daar ook een periode voor hebben om de mogelijkheid tot een referendum te organiseren. En dat is best kansrijk. Ja. Gaat iemand dat doen? Ik denk het wel. Ja, er zijn al clubs op pad. Meer democratie, begreep ik. Van Nisco Dubbelboer, die hier ook heeft gezeten een paar weken geleden. Die zijn zeilen scherp aan de wind, wat dat betreft. Die hebben al geprobeerd bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om een zaak binnen te trekken. Dat is nog niet gelukt. Ik begrijp nu dat ze nog een rechtszaak willen gaan voeren. En die heeft bepaald meer kansen.